Maaike, iets anders, want we gaan hier straks natuurlijk nog over doorpraten, maar ook heel belangrijk. Het vertrek van de KLM-topman Pieter Elbers, dat slaat in als een bom. Het schijnt dat sommige stewardessen in tranen zijn uitgebarsten toen ze het nieuws gisteravond hoorden. Pieter Elbers, die op handen gedragen wordt door het Nederlandse personeel, ja, die vertrekt plotseling als topman van KLM. Met plotseling bedoel ik vooral dat het vertrek erg vroeg komt. Er is zelfs nog niet eens een opvolger bekend. En de Telegraaf omschrijft hem vandaag als de laatste blauwe baas. Insiders zien zijn vertrek als signaal dat de Nederlandse tak straks weinig zelfstandigheid meer heeft, dat alle macht en zeggenschap richting de Fransen gaat. Want juist Elbers stond erom bekend hoe hij vocht voor de Nederlandse belangen. Dus wat betekent zijn vertrek nu? We hebben luchtvaartjournalist van de Telegraaf Ieteke de Jong nu aan de telefoon. Goedemorgen, Ieteke. Goedemorgen. We weten natuurlijk ook dat KLM veel steun heeft ontvangen. Nederland is aandeelhouder. Hebben zij daar nog invloed gehad, Nederland, op deze beslissing? Nou ja, ik heb het fijne er nog niet van gehoord, maar het lijkt erop dat de Nederlandse staat hier als aandeelhouder bij betrokken is geweest. En dat is natuurlijk heel erg opmerkelijk, want 3 jaar geleden is Nederland aandeelhouder geworden, ook van de moedermaatschappij in Parijs. Hè, want toen moest Elbers per se blijven, hè, want het Nederlandse belang dat moest gekoesterd worden. En nu 3 jaar later, midden in een enorme crisis, KLM is nog steeds technisch failliet. De coronapandemie is nog niet op zijn eind. Moet hij ineens weg? En wat voor gevolgen heeft dat, Ieteke? Als die zelfstandigheid van de Nederlandse tak zoveel minder wordt nu misschien door zijn vertrek? Nou ja, dat gaat gewoon banen kosten. Je zag de afgelopen tijd er al een paar tekenen van. Bijvoorbeeld dat ze gekozen hebben voor Airbus in plaats van Boeing. KLM vliegt met Boeing-toestellen. Ja, dat heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de onderhoudsbanen in Nederland. Nee, dat kan gewoon duizenden banen kan dat kosten op Schiphol. Nou, je zult zien dat vanuit Frankrijk gaat bepaald worden. We gaan het zus of zo doen. En ja, dat Nederlandse belang, dat wordt gewoon ondergeschikt gemaakt boven het belang van de groep. Dank, Ieteke de Jong, voor deze toelichting. Ja, we horen hier Ieteke zeggen dat het erop lijkt, dat die geluiden heeft zij gehoord, dat dan de Nederlandse staat daar toch ook onderdeel of daar zeggenschap in heeft gehad in het vertrek. Maar ook dat het banen gaat kosten. Heb jij enig idee wat voor afwegingen daar dan gemaakt nou, worden? Het is natuurlijk zo dat Nederland aandeelhouder is, maar niet de alleen aandeelhouder. Niet dat het alleen recht heeft. Dus er zijn ook nog andere spelers actief. En het zou best kunnen zijn dat Nederland aan het kortere eind of het kortste eind trekt in zo'n discussie. Ik denk dat er een hele grote verantwoordelijkheid ligt nu bij minister Kaag van Financiën. Hè. Die is namens het kabinet de aandeelhouder. Hoekstra heeft zich natuurlijk de afgelopen jaren heel hard gemaakt. Ook voor dat Nederlandse belang. Heeft toen ook samen met Rutte besloten om een belang te nemen in de holdingmaatschappij. Dus ja. Het opperbedrijf. Dus een hele belangrijke verantwoordelijkheid voor minister Kaag. En ik hoop dat we daar ook iets van te horen krijgen zeer binnenkort. Ze is natuurlijk in quarantaine thuis vanwege die besmetting. Maar dat we haar ook kunnen bevragen over hoe beziet zij nou de toekomst van KLM? En wat kan en gaat Nederland doen om te zorgen dat die Nederlandse belangen... Ja.